Bij yoga zijn de yoga-leefregels heel belangrijk. Je hebt 5 onthoudingen. Dat zijn dingen die je maar beter niet kan doen. De 5 onthoudingen zijn: ik kan delen, ik beheers mezelf, ik steel niet, ik lieg niet en ik ben tegen geweld. Ik vind zelf, ik ben tegen geweld heel belangrijk, omdat ja, gewoon geweld is niet leuk. Dat vindt niemand en daar kan je ook mensen pijn mee doen, dus... Wat vind jij? Ik vind geweld ook niet leuk, maar het gaat ook in de vorm in hoe je geweld gebruikt. Je kan geweld ook lief gebruiken, bijvoorbeeld in stoeien en dingen. Daarom ben ik weer meer op dit kaartje met ik kan delen. Want het is ook heel vervelend als mensen alleen maar eigen spullen bij zich houden en niet met andere mensen die bijvoorbeeld iets minder hebben of iets niet hebben en iets wel heel graag willen, die dat dan niet kunnen krijgen. Ja. Ook heb je nog de 5 voorschriften. De 5 voorschriften zijn: ik geloof in mijn eigen kracht, ik weet wat ik wil, ik heb discipline, ik ben tevreden en ik ben zuiver. Van deze 5 ben ik meer voor ik ben tevreden, want tevreden zijn in je leven is toch wel iets wat heel belangrijk is. Wat vind jij? Ik vind dat ook wel, maar het belangrijkste vind ik eigenlijk dat je in je eigen kracht gelooft, want als je niet in je eigen kracht gelooft, dan ja... Dat is niet leuk. Je moet in je eigen, in jezelf geloven. Sorry. Wat ik jouw kracht vind is de vrolijkheid die je altijd hebt in alles wat je doet. De liedjes die je neuriet bij bijna alles wat je doet. En altijd vrolijk bijna. Jouw kracht is dat het eigenlijk niks uitmaakt hoe je eruit ziet. Zeg maar, als je iets heel... stoms graag, bijvoorbeeld roze laarzen van mijn moeder, dan vind je dat niet erg. Mm-hmm. Nou, het ligt er ook wel aan op welke plek ik het doe. En als ik bijvoorbeeld op mijn gala roze laarzen aan ga doen, dat ga ik niet doen. Okay. Namaste.